Met parlementariër Jennifer Vreedzaam spraken wij over de gezondheidszorg. Volgens haar zijn er tal van problemen nog steeds binnen de gezondheidszorg. Vooral voor de bewoners van het binnenland. Heel veel hebben niet eens een basiskaart. Ze kunnen niet eens naar de dokter. En ze heeft er hier op vaker geattendeerd in het parlement. Maar er wordt er maar geen werk van gemaakt. U hoort parlementariër Jennifer Vreedzaam. Gaan wij het nieuwe jaar tegemoet met een volksgezondheid dat nu wel op wieltjes is? Meneer Ganesh, ik heb vorig jaar, toen wij nog de persconferenties deden in Osseer, mensen hebben me kwalijk genomen toen ik zei dat deze minister moest opstappen. Ja? Deze minister deugt voor geen cent. Ik heb op dit moment brieven naar het ministerie van Sociale Zaken voor basiskaarten, voor dorpen, dringende zaken. Ja? Als je moet nagaan dat binnen de dorpsgemeenschappen met waar de latere wegen zijn, geen optimaal vervoer is, mensen naar de stad moeten komen, met duizenden RCD's moeten neertellen om een basiskaart te halen voor de arts. Daar heb ik al veel gezegd. We hebben laatst in mijn gebied, moest stichting lobby gaan voor vrouwen en gezondheid. Baarmoederhalskankeronderzoek. Hoe gaat nou die vrouw participeren wanneer ze geen kaart heeft? Wanneer de basiskaart niet in orde is. En we weten dat kanker, baarmoederhalskanker, een van de boosdoeners zijn bij vrouwen in onze samenleving. Hoe doen we met de zwangere vrouw die haar uitstel naar de arts, naar de gynaecoloog, naar de voetvrouw uitstelt omdat ze geen basiskaart kan krijgen? Met alle gevolgen van die. Ik heb een aantal vrouwen wiens baby later is overleden omdat de aandoeningen, de acties die ze moeten ondernomen, na bevalling etc. niet zijn genomen. Wat doen we met de dialyse patiënten? Ja? Wat doen we met die mensen? We zien ook nu dat ondernemers zich niet houden aan de basiszorgwet. De helft van de premie betaald moet worden door de werkgever. En wanneer de werknemer ziek is, weigert de werkgever te betalen. Wat gebeurt in dit land? We zien nu een conflict tussen SZF en de ziekenhuizen. Waarom moet dat? Waarom stopt de overheid, geeft de overheid geen geld aan SZF? Om de betalingen te doen, de lichtdagtarieven. En daar praat ik niet eens over de medicamenten. De medicamentenvoorzieningen. We hebben een iemand, die directeur nu is van BGVS. Die niet een goede reputatie heeft gedaan bij RGD met de melk, hoe noem je dat, babyvoedingproject. En ik heb nog niet gehoord over dat stukje beleid. Want ik heb begrepen dat nu ook de babyvoedingproject opnieuw is gestart. Heeft u iets gehoord daarvan? Heeft u gehoord dat vrouwen gratis babymoeder krijgen of voor een gereduceerd prijs een aanmerking kunnen voor babyvoeding? Wordt er weer gesjoemeld? Moet ik daarvan uitgaan zoals dat is gebeurd bij RGD? Wat about de medicamentenvoorzieningen? Friends en family worden gefaciliteerd om medicijnen te importeren. Ja? De klapper wordt niet bijgehouden. De artsen schrijven voor. Medicamenten voor die niet voorkomen op de klapper. Dat wil zeggen dat die samenleving gewoon keihard moet betalen. Wat gebeurt er in dit land? Wat doet de minister van Volksgezondheid? Daar heb je nu de radiologie, heb ik begrepen, dat je daar ook niet kan gaan. We hebben de dure medicijnen voor de verschillende laagfrequente aandoeningen. Kinderen die geen dure medicijnen moeten hebben. Waar is het fonds dat moest komen, dat ook we daarover hadden gesproken. COVID op dit moment. Wat gebeurt met die COVID-gelden die nog niet verantwoord zijn? Het ministerie krijgt schenkingen. We horen niks.
ik zie niks op die begroting met betrekking tot die schenkingen. Waar wordt die verantwoording afgelegd? Meneer Ganesh, ik kan niets goed praten over het ministerie van Volksgezondheid dan alleen maar ellendigheid en disasters waar we naartoe gaan. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Mensen kunnen helemaal niet meer naar de arts. Ze kunnen dat niet. De artsen zelf zitten met hun handen in het haar omdat ze niet weten hoe en wat. Maar is dat door gebrek aan inzicht of gebrek aan financiën? De financiering binnen de volksgezondheid is een vraagstuk dat al jaren speelt. De documenten zijn er. De minister is niet op een vreemd terrein of een terrein waarover hij niet weet. Er zijn besluiten die moeten worden genomen. We weten hoeveel de exploitatiekosten zijn van de ziekenhuizen. En hoeveel gaat naar de specialisten. We weten wat er gebeurt in dit land. En niemand wil het mes erin steken. Niemand wil. Waar blijft dat? De president had een grote mond. Laat hij iets doen. Het zijn dezezelfde mensen die op het plein met hem waren en zeiden dat ze het zouden veranderen. En ik wil zien dat het inderdaad gaat. En ik ga in mijn begroting, begrotingsbehandeling, ga ik meer daaruit weten. Want het kan zo niet doorgaan. Ja, als de minister de beleidsplanningen van de vorige regering zijn, er is gewoon continuïteit van beleid. En het continuïteit van het sociaal systeem dat al was ingezet. Ga ermee door. En niet de IMF die komt eisen van ja, we moeten het loslaten. Wat moet je loslaten? What did it? We gaan dood en de mensen gaan al dood. Heel veel mensen kunnen niet meer naar de dokter. En vooral voor de mensen in het binnenland is het gewoon verschrikkelijk. Ik kan niks goed zeggen over het beleid van 2022. Ik weet niet wat ik moet zeggen over 2023.